Het Holipagwa-feest, dat het nieuwjaars- of lentefeest is van de Hindoes, is ook ingeluid op de gemeenteschool Sri Brahma. Traditioneel wordt dit feest gevierd met het strooien van poeder of parfum. Op de basisschool Sri Brahma gebeurde dat echter zonder poeder. Volgens het schoolhoofd Rabin Balisser wordt er geen poeder gebruikt vanwege de normen en de waarden van de school die gekoppeld zijn aan religieuze gebruiken. Hetgeen inhoudt dat men pas met kleuren en geuren kan spelen nadat de holika verbrand is en er gestrooid is met het as. Waarden en de normen van de gemeente, van ons geloof, moeten we hoog houden. En ik heb me strikt daaraan gehouden. Je mag pas spelen als de holika verbrand is. De mensen hebben al gestrooid met de as. En dan mag je spelen met geur en kleur. Ja, dat is eigenlijk de kern van de zaak. Het Pagwa-feest is ook ingeluid op het Surinaams Pedagogisch Instituut, SPI. Het programma had een multinationaal karakter, omdat Suriname multi-etnisch is samengesteld, zegt de adreskunde docent Rishi Kanhai. Verder zegt hij dat de studenten bewust moeten zijn van elkaars cultuur en dat wordt ook aan hun geleerd. SPI staat bekwame leerkrachten levert voor de Surinaamse samenleving. En de Surinaamse samenleving is multi-etnisch. Dus van hieruit proberen we de studenten ook een beetje aan te wakkeren van hey, we moeten elkaars cultuur kennen. En wij zien Pagwa als een nationale feest. En wel geven het ook een nationaal karakter. En de studenten die gaan ook op een praktijkschool dit moeten organiseren. En van daaruit dat wij het speciaal ook hier stellen, dat zij het ook hier mogen organiseren later. SPI-docent Kanhai, met wie wij afgelopen vrijdag hebben gesproken over de viering van het Holipagwa-feest. Het feest dat vandaag wordt gevierd is vrijdag door verschillende scholen op hun eigen manier ingeluid.